Een zeer, zeer, zeer goede dag allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jude Remus. Jawel. Ik ga mijn vlog nu uploaden. Jawel, dames en heren. Moet ook gebeuren. Want of anders heb ik daar zelfs toch geen tijd meer voor. Waarom niet? Ik vertrek straks richting Antwerpen naar mijn werk, hè, pas. Ik zit, jawel dames en heren, achter mijn computer. Dan heb ik nog een paar minuutjes de tijd om alles in orde te krijgen. Dus zowel op e-mail als met een vlog uploaden. Ja, en dan in mijn reetschoenen springen, die ginder staan. Hopelijk spring ik niet direct weer in de verkeerde schoenen. Dat is weer al niet de bedoeling. YouTube Studio. Eens even eens kijken in de YouTube Studio. Wat daar allemaal is gebeurd. Content. Eens even kijken. Het verloopt wel heel goed. Oei. Maar er zijn wel twee reacties opgekomen, dus even kijken. Te beoordelen, gepubliceerd, niet gereageerd. Heb ik gereageerd? Toepassen. Oké, ik zie dus geen reacties op die van 66LAN. Daar heb ik één reactie op geplaatst. Oei, Lucas, slecht. Wat vonden jullie van de 66LAN intro? Slecht. Ai. Voilà, dat was dus de vraag van vlog 1793. Kom aan, op vlog 1793 daar ook wat reacties op posten dat ik dan dat live niet, dat is dan voor maandag. Dus wat allemaal deze week wordt opgenomen, is wordt niet in de Q&A gestoken van de livestream, maar wordt de vraag van de week, eens even gaan kijken. 8 tot en met de 15e beantwoord. En dan van week 15 tot 22, die wordt dan pas de 22e beantwoord. Dan weten jullie dat. Dus ja, vlog staat, is hier al aan het uploaden? Nee. Zelfs vergeet ik dat ook nog, Dimitri. Ik had dus gisteren wel echt heel harde zin om karaoke te zingen. En oh mannetjes, dat was leuk. Dat was zeer leuk. Oha. Nu zo scrollen, vlog, klaar, volgende. Nee. Aan, volgende. Eens even kijken. Nee, oké. Volgende melding besturen, volgende. Daar komt heel veel bekijken als je iets wilt uploaden, hè, op YouTube. Echt waar, voilà, ça. Plannen. Mijn tik. Hij is klaar, hij is aan het uploaden, nog 4 minuten. En dan kan ik mijn computer ook al afsluiten. Dus dan moet hij ook niet de ganze tijd aanstaan. Voilà. Oh, goeiemorgen allemaal. Ja, goeiemorgen. Ik wil wel eens weten hoe het zit ook op Steam. Oh, sluimeren. Eens even kijken. Steam. En Steam is nu aan het opstarten. Dus kijk welke reclame dat ik nu allemaal krijg op Steam. De Ultimate Battle Pass is voor €39,99 nu te verkrijgbaar in de bibliotheek van Steam. Overwatch 2. Wat hebben we dan nog? Shadow of Doom. De Sharpshooter Assassins. Weekend deal. €14,99. Dan Astroneer Weekend Deal, €11,99. Bramble Weekend Deal, €11,99. Weekend Deal.
Wie kent die heel? Wie kent die heel? Oh my god. En uitgevers uitverkoop tot 90% korting bij Freedom Games. Amai. Uitgevers uitverkoop. Oké, we eens even kijken als er een heel goed spelletje ertussen staat. Heel snel. 5 voor 5 bucks. Oei. Is dat een spel of... Nee. Even kijken, toch wel hoor. Ah, dat zijn toch bundels wat je kunt kopen. Ja, wat hè. Ja, oké. Okay. Dus ja. En ik ga je ook één ding zeggen. Het is ook richting Steam uit. Steam update your Twitter logo to X logo. Dus you have the Twitter logo, not the X logo. Voilà. Dus bij deze is dat ook gezegd geweest. En ik heb een melding aanbieding in je verlanglijst. Als ik een road truckers. Dus even kijken. Ah, dat is die. Ja, ik probeer ook bijvoorbeeld op een latere tijdstip ook nog wat games, te vernieuwde games, ook nog erop te krijgen. Zo ben ik nog altijd op zoek naar No Limit 2 Rollercoaster Simulation, Tennis World Tour 2, Grand Theft Auto 1, Grand Theft Auto 2, Alaskan Road Truckers, King of Retail, Chernobyl Liquidators, dan Cross Planet, Formule 1 2023, Truck Simulator World, Portal Bagley en dan Euro Truck Simulator 2 Greece en Euro Truck Simulator 2 Nordic Horizons. Dat wil ik dus nog allemaal zien binnen te krijgen. Dus ik hoop dat dat allemaal ook gaat lukken. Zo, voilà. Ik ga mijn tandjes nu ook nog gauw poetsen. Mijn mails nog gauw checken. En dan ga ik door richting mijn werk. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo, mensen. Ik heb mijn selfie-stick erbij gehaald. Dus ik hoop dat alles zo blijft staan. Voilà. Ga ik ook nog gauw mijn schoentjes aandoen. We gaan te werken. Want het is nu echt hoog tijd. Ik heb juist nog mijn tandjes gepoetst. Nu nog alleen nog één ding moet ik nog doen, want ik heb juist nog gedronken. Ga ik nog gauw mondspoeling doen. En het is ook niet echt te warm buiten. Dus ik ga ook mijn dikke jas aandoen. Voormiddag ga ik stapelen, hoogstwaarschijnlijk, en namiddag stickeren. Dat is de planning. Want ik heb nog een hele rit voor de boeg, s'avonds. Zie je dat? Dat houdt dus niet, hè? Dat houdt niet. Voilà, dan moeten jullie klein beetje schuin staan. Ga ik wat mondspoeling doen. Voilà, een halve minuut. Sommigen zeggen dat ik dat verkeerd doe. Ik hoop dat ik nu deze keer het wel goed heb gedaan. Weet je wat ik ook ga doen? Ik ga ook de mondspoeling meenemen naar mijn wagen toe. Als ik gedaan heb met werken en ik ben heel dicht bij mijn maatje.
dat ik nog een keer als mondspoeling kan doen. Jee. Nu pak ik jullie mee naar mijn wagen toe. Voilà. Jullie krijgen het restjes ook door. Als ik het langer had gemaakt met een steel van mijn selfie stick, dan ja, had ik wel een probleem. Het is wel mooi weer vandaag, maar frisjes. Heel fris. Brrr. Voilà. Hier kom ik tot vanavond dus niet meer terug. Ah, jawel. Oh, ik ga wel dingen doen. Ik ga eerst mijn mondspoeling in de wagen zetten. Voilà, mondspoeling in de wagen. Daarna ga ik eens even terug naar boven toe. Ik heb nog één ding nog iets vergeten. Dat zijn mijn gewone schoenen. En die ga ik dan ginder wel aandoen. Voilà. Eerst dan teruglopen. Dan heb ik mijn juiste sleutels in te vinden. Zoeken naar mijn schoenen. Ik dacht dat ik die hier had uitgedaan. Gisteren op mijn slaapkamer. Voilà. Ga mee. Voilà. Ik ga die ergens ook nemen in mijn koprolhand. Dat ik mijn deur toch kan sluiten. Voilà. En nu asap, asap, asap vertrekken naar mijn werk toe. Ga het eens tussen doen en dan kan ik vertrekken. Dat is nu mijn koffer openmaken. En dan over de koffer ga ik dan even leunen om mijn rugzak te nemen. Lessen. Dan pak ik mijn rugzak. Hola, u is aan ondersteboven. Dat is niet de bedoeling. Blijven liggen, ja. Godverdomme. Ja, het wordt niet blijven liggen. Soms is het zo moeilijk, hè. Met één hand werken. Maar ja, dat is als je vlogger bent, hè. Dan moet je alles met één hand kunnen. Maar ik blijf een beetje moeite nood mee heb. Sorry dat er zoveel beweging is. Even in de koffer komen. Laat van uit de kast. Uit de koffer komen. Die is toe terug, dat is goed. Deze terug open, voilà. Deze daarin. Deze selfie steken we in. Kaderen, voilà. Dat is ook allemaal al gebeurd. Of als ik ga, doe ik niet in mijn wagen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Mensen, ik heb een zalige dagje achter de rug met mijn maatje Chris. En ik ben ziek kapot nu, want het is 10:45. Dacht ik, nee, 10:40 al. Ja, 21:41.
21 naar 10. Merci. Oh, zie dus hoe moeder ik ben, mensen. Ik ben blij dat mijn vriendinneke het nog allemaal verbetert voor mij. Dankjewel. Ik heb hier een hele hoop post die nat is. Zalig, hè? Ik mocht direct door. Voilà. Dan schoentjes uit. Jasje uit. Voilà, alle lichten zijn aan. Heb ik het deze keer niet met de gsm gedaan, maar met de knop. Voilà, jullie blijven staan. Wat hebben wij dan gedaan met Chris? Dat is ja, gewoon naar een café gegaan, naar het vermoeden. En het was leuk. Het was een hele gezellige avond. We hebben gelachen. We hebben serieuze gesprekken. We hebben ook serieuze gesprekken. En er is nog iets gebeurd. Zie dus, dames en heren. Ja, dat kan ook gebeuren, hè, mensen? Oké, ik heb die zelf kapot gemaakt, want ziet, hier is mijn tweede kant, andere kant. Heb ik ook helemaal kapot gemaakt. En waarom? Omdat ik toch de nieuwe heb aangekregen en die ik nu volle bak ook aan het gebruiken ben. Dan moet ik ook nog mijn schatje bedanken voor deze zakdoekjes. Waarom? Omdat ik eerst heel hard moest sniezen om terug te keren naar mijn thuis toe. En dan moest ik in één keer echt aan de kant gaan staan, hè, om mijn neus te snutten. Oh my fucking god. En dan ook nog een shout-out naar Luc van Globachem. Dankjewel dat ik 's namiddags mocht stickeren. Want het heeft mij ook deugd gedaan om zo toch nog te kunnen gaan naar mijn geweldige vriendin Chris. Gewone vriendin, mensen. Een gewone vriendin. En ja, want voorsmiddags heb ik nog wel zitten te stapelen. Heel zware dozen en al. En als je dat de ganse dag doet, zelfs zoals gisteren, lag ik er gewoon direct knock-out in mijn bed. En dat was niet leuk. Het probleem nu is, normaal gezien ging ik eigenlijk vandaag ook al de luchtmatras ledigen. Want die is nog altijd opgeblazen. Want dat is voor te kijken als er geen lijstje is gekomen naar 66-land. En ondertussen tijd ga ik ook een en ander ook al uitdoen. Want ik ga slapen. Ik ga mijn vlog morgen in elkaar steken. Morgen vroeg. Dat die tegen morgenmiddag klaar is. Morgenmiddag in de upload nog kan gaan. Dat ik morgenmiddag nog de vlog kan. Dan haar ga halen. Bea. En dat we dan samen alles kunnen intasten. Ik dacht dat ik iets zag. Samen iets intasten. En dan samen op naar de LAN-party kunnen gaan. Ik heb, als jullie mij zoeken op de LAN-party van XLAN 2.20, dan moet je achter de Psycho TV polo, een hoodiehemd zoeken. Ofwel heb ik dan mijn Psycho TV t-shirt aan. Als het goed warm is binnen, dan weten jullie dat ook. Dus dat is even een kleine informatie naar X-Land toe, waar ik dan deze weekend, de ganse weekend, weer al vertoef. Dus dat betekent dat er deze weekend geen vlogs weer al zitten aan te komen. Dus geen vlog op zaterdag, geen vlog op zondag en geen vlog op maandag. Sorry. Maar maandag komt er wel een vlog online, maar dan de weekend vlog van de LAN party, wat we dan daar ook hebben gedaan. Als er ook een intro is, dan ga ik dan filmen. Fun compost, daar ga ik dan filmen. Ik ga dan ook
mijn drone. Moet ik ook nog zeker opladen? Ja, ik moet mijn drone ook nog gaan opladen. Dus die gaat ook mee. Dus als er funcompos buiten gespeeld worden en het is goed weer, dan ga ik die vanuit de lucht filmen. Dus dat kan ook wel weer al mooie beelden opleveren. Dus ik ga jullie even hier zo zetten. Die zal niet willen vallen. Dus een hartje daartegen zetten. Voilà. Dus ja, ik ben nu mijn batterij van mijn... GoPro. Nee, GoPro niet. Van mijn drone in aan het steken. Voilà, dat, bij deze is dat nu ook gebeurd. Die is dus nu ook aan het opladen. Dus alles komt wel goed. Dus ik ga ook mijn GoPro morgen, als ik dan de bestanden ben af aan het halen van mijn GoPro, ga ik ook mijn GoPro ook in de stroom gooien. Dat die dan ook op tijd en zondag ook genoeg voeding heeft. Ik ga jullie een klein beetje verder zetten. Hè. Voilà, dat jullie meer zicht hebben. Voilà. Dus ja, dus ik ga 1, mijn computer ga ik meenemen. 2, nog een computer ga ik meenemen. 3, 3 beeldschermen. 4, mijn GoPro. 5, mijn drone. Yeah! En 6, mijn slaapgerief. Voilà. En 7, natuurlijk ook nog altijd te koop op Spreadseeds, onze mascotte. De teddybeer. Voilà. Maar mensen, ik ga nu de vlog beëindigen. Sorry als het zo'n hele korte vlog is geworden. Soms zijn korte vlogs ook leuk om naar te kijken. Ook als er niks is gebeurd overdag. Dus ja, zo 's avonds. Ik ben gewoon 's avonds ben ik naar mijn maatje gereden. En dan hebben we daar overgestapt. Dus ja... Ik en haar wagen. En dan zijn we zo eerst zijn we dan gaan eten. Jawel, luister nu goed. Voor een lange tijd zijn we nog eens een keer gaan eten bij de Quick. Heel lang geleden voor ons. Echt heel lang. Zowel voor mij als Bea. Dus dan weten jullie dat. Want het is toch al even geleden, denk ik, hè. Ja, dus dat is al even geleden. En dan zijn we zo doorgereden naar het vermoeden. Dat is in... ik weet niet juist waar dat is gelegen. Ik weet het niet juist. Oostmalle of Westmalle. Daar ligt die café dan gelegen. Daar hebben we dan nog zalig gelachen, getierd, noem maar op. Hebben we daar nog ons avondje rondgemaakt. Dan ben ik nog zo gereden dan terug naar mijn thuis toe. En nu zitten we hier. En ben ik nu met jullie aan het praten. En niet met Bea, niet met mijn maatje Chris. Bea die blijft ook sowieso deze avond hier ook slapen. Maar die gaat morgen vroeg ook naar huis toe. Om haar begeleiding. En dan ga ik hier ook al alles beginnen in orde te maken voor de LAN-party. En dan zien we nog wel wat er allemaal nog gaat gebeuren. Dus voor de rest zeg ik, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En zeker deze keer op dat belletje drukken. Want deze weekend, jawel, 19, 20 en 21 april gaan er redelijk weer al wat livestreams zijn. Tot later. Yo, yo, yo.